Vorige week heb ik een video gemaakt en na thuiskomst bleek dat mijn GoPro, waar ik altijd mee vlog, dat die stuk was. Dus geen videobeelden, GoPro reageert niet meer. Dus heb ik een nieuw cameratoestel gekocht. En ik hou nogal van de GoPro aanpak. Heel compacte, snelle, goede camera's. Dus ik heb de nieuwe GoPro gekocht. Maar de Creators Edition. En we gaan eens kijken wat er allemaal in de doos zit. Nou, wat hebben we hier allemaal in de doos, die mooi verpakt is. De GoPro 11. Waarom de Creator Edition? Ja, omdat er een aantal zaken aan toegevoegd zijn aan het pakket. Dus we hebben niet alleen de GoPro 11, maar we hebben ook een statief, we hebben ook een microfoon die ingebouwd is in de case, we hebben ook een LED-verlichting. En heel specifiek aan die statief, aan die tripod, is dat er ook een batterij in verwerkt is, waardoor dat je volgens de doos 4 uur lang in 4K kan gaan filmen. Alles zit dus in een mooie case, handig om mee te nemen. Vroeger moest ik nog een case bijkopen, nu is alles netjes ingedeeld. Voilà. Dus we hebben hier naast garantiepapieren en dergelijke die niemand leest, hebben we hier onze tripod of onze statief, die je op die manier kan openklappen. Voilà, en zo gaan instellen. Deze connector heb je dan nodig om de ingebouwde batterij te verbinden met je GoPro toestel. We hebben hier onze verlichting. Voilà. Die een aantal standen heeft. Voilà, deze als ik kan laten flitsen. Die ik op een of andere manier ook moet zien uit te zetten. Voilà. Dus deze kan je dan straks op deze mount of deze case kan je daar gaan opmonteren. Voilà, dat zal hier waarschijnlijk aan deze kant zijn. Zo. Wat hebben we nog? Het belangrijkste natuurlijk in deze doos. Dat is de GoPro zelf. Hier is hij. Dus, netjes met beschermfolie verpakt. Ja, dus een beetje hetzelfde als mijn vorige GoPro, dat was nog de 7, die was iets kleiner, deze is iets groter. Deze kan je op deze manier met die clips monteren op alle GoPro accessoires die er beschikbaar zijn. Maar als je dit plat legt, dan kan je dit in deze case gaan onderbrengen. Wat zit er nog in de doos, of wat verwacht ik nog in de doos? Dat is hier nog een batterij. En dan heb je nog een aantal typische mounting accessories, dus zaken om mee te gaan vastschroeven. Nog een extra voetje voor lampen en microfoons en dergelijke. En hier is de microfoon, dus dit kan je op de ingebouwde microfoon gaan monteren. Dat is zeg maar de wind reduction. Om de wind, het geluid tegen te houden. Heel handig. Ik heb nu geen externe microfoon meer nodig. En verder ja, nog een aantal voetjes om op te monteren. Zo, dus wat hebben we nodig? We hebben deze case. Dus deze kan je hier onderaan openen. Dat klipt open. Wat moeten we doen? Is natuurlijk eerst de batterij in de GoPro steken. Dus dat is hier aan de zijkant het klepje openen. De batterij die kan er maar op één manier in, dus dat is gemakkelijk. Wat moeten we wel doen als we de GoPro in onze case gaan gebruiken, wat in mijn geval bijna altijd zo zal zijn, dan moet dit klepje eraf en dat kan je er makkelijk aan en afklippen. Dus gebruik het zeg maar als stand-alone camera, dan doe je dit er terug aan en dat zorgt voor de waterdichtheid van het toestel. Waarom moet dit eraf? Want hier zit de connector. De USB-C connector, die je dan gaat verbinden met de USB-C connector in deze case. Op deze manier schuif je je camera erin. Voilà, klik daarin, je doet de case dicht. Voilà. En die is terug waterdicht. En dit hou je natuurlijk bij
in uw doos. Heel gevaarlijk om te verliezen. Wat heb ik nog nodig? Dat is die schroef. Want dit heb ik nodig om op mijn statief te monteren. Dus hier onderaan de klepjes openzetten. Inschuiven en monteren. En dan zijn we in principe bijna klaar. Wat moeten we nog doen? Dat is de batterij verbinden met ons toestel. En ons toestel voor de eerste keer opstarten om alles aan elkaar te verbinden. En dan zijn we klaar om filmpjes te gaan maken. Dus waar maak je die verbinding? Wel, hier aan de achterkant van je camera, van je case, zijn een aantal klepjes die je kan openen. Een van die klepjes is je USB-C verbinding dat je kunt maken. Dus deze plug je daarin. Voilà. En op die manier maakt hij onmiddellijk een verbinding met de batterij van je toestel. Ik zet hem eventjes aan. Voilà. Dan zie je vooraan en zie je achteraan het scherm. En wordt je toestel opgeladen, waardoor je dat heel makkelijk kunt gaan gebruiken. Ik ga straks mijn toestel instellen. En je zal in een latere film, zo mijn latere vlogs, kan je het resultaat zien van deze GoPro 11 Black Creator Edition.